Namens de vier samenwerkende werkgeversverbonden wil ik niet nalaten er mijn voldoening over uit te spreken over het contact dat dan thans plaatsvindt tussen de industrie en de volksvertegenwoordigers. In de zeer nijpende omstandigheden waarin ons land zich bevindt, is eenheid in ons volk noodzakelijker dan ooit. Mogen uw bezoek aan de Nederlandse industrie bijdragen tot dit onderlinge begrip. Met deze woorden leidde de heer Twijnstra namens de Nederlandse werkgeversorganisaties de reis in die 74 leden van de Eerste en Tweede Kamer langs verschillende Nederlandse industrieën zal voeren. Het eerste bezoek gold een fabriek in Eindhoven die behoort tot de modernste transportmiddelenindustrieën. Het Kamerlid Fens overtuigde zich hier van de kwaliteiten van de eerste geheel in Nederland geconstrueerde Jeep. Vol belangstelling volgden de Kamerleden het productieproces in dit bedrijf. Dat de transportmiddelenindustrie in Nederland een belangrijke plaats inneemt, blijkt wel uit het feit dat de zogenaamde automobielsector alleen al in 1950 een omzet had van 110 miljoen gulden en dat in de hele industrie thans reeds 11.000 mensen werkzaam zijn. Een andere groep Kamerleden, waaronder uiteraard de vrouwelijke volksvertegenwoordigers, als de dames Klompé en Tjenk Willink, bezocht op de eerste dag een textielfabriek, eveneens in Eindhoven. Dit bedrijf, dat hoofdzakelijk huishoudelijke goederen vervaardigt, exporteert ruim 40% van zijn totale productie. De kennismaking van de Kamerleden met onze industrie werd voortgezet met bezoeken aan bedrijven in andere delen van ons land, waarvan we u volgende week iets hopen te laten zien.